Het gemeentehuis van Staphorst. Tot 4 jaar geleden leek het alsof de tijd er had stilgestaan. Nog steeds zijn er veel tradities, maar die worden bijgewoond door 2 vrouwen. Afgelopen 4 jaar zijn heel goed gegaan. In ieder geval wel als ik kijk naar de man-vrouw verhouding. Ja, dat is gewoon heel natuurlijk gegaan. En ook alle SGP-raadsleden, waar van tevoren natuurlijk juist die ophef over was. Ja, die zijn er gewoon echt heel goed mee omgegaan. Ja, het was eigenlijk geen issue. Ik voel me eigenlijk wel op mijn plaats. Het was nodig dat de vrouwen kwamen. We zijn, zeg ik altijd, gelukkig zijn we met z'n tweeën gestart en niet alleen. En voor mij voelt het goed. Ze doen het heel goed, ze doen het uitstekend. Ze staan een mannetje. Handtassen in de raadzaal. Lange tijd leek dat onmogelijk in Staphorst. Maar nu hoort het er gewoon bij. Een feminine touch aan de sfeer hebben ze nog niet echt kunnen geven. Ik weet niet of dat nou echt het verschil is geweest dat wij als vrouw erin kwamen. Het is toch voornamelijk de standpunten van je partij die je volgt. En niet zozeer of je nou man of dat je vrouw bent, dat je daarmee iets bereikt. Er komen meer vrouwelijke raadsleden straks, denk ik. Er komen gewoon meer vrouwen die zich hier met de politiek gaan bemoeien en met de gemeente Staphorst. En dan denk ik wel, misschien over 4 jaar, dat we dan wel kunnen zeggen dat er wat veranderd is. Ik merk wel dat beide dames erg veel onderwerpen hebben die met zorg te maken hebben. En niet direct de harde sector, infrastructuur of economie, maar meer in zorg en in welzijn. Misschien dan toch meer invloed dan gedacht. Ook schromen de dames minder dan de heren om elkaar de hand te reiken. Ook al staan ze op politiek vlak tegenover elkaar. Ik vind dat wij als vrouwen ons keurig gedragen hebben. Absoluut niet gekift hebben. Op sommige dingen kunnen we elkaar wel vinden, ja. En ik denk ook dat het moet. Dat je een gezamenlijk belang hebt om de gemeente zo leefbaar mogelijk te houden. En mogelijk blijft het niet bij 2 dames. Over 2 weken kan er gestemd worden op nog 2 dames. Burgemeester Alsema is er niet rouwig om. Het voelt goed.